Ik ben Overschuren, fotograaf in Amsterdam. Ik werk voor reclamebureaus, voornamelijk tijdschriften. Amsterdam Sloterdijk is dat, Westpoort. Daar heb ik een prachtige studio waar ik veel werk. De laatste dingen die ik heb gedaan waren voor TBWA, Cayenne en tijdschriften. Ik doe veel voor Elle. Hachette, dus Quote Media. Een elegant aantal dingen. Gedoodverfde winnaar Helmut Newton blijft fantastisch. Die man is briljant. Ik ben laatst naar de tentoonstelling van Richard Evener geweest. Ik bedoel, ook de Bleeding Obvious. Maar het is toch wel bijzonder om die foto's die je eigenlijk al zo lang kent, levensgroot te zien. Ja, ik ben wel een mooimaker, denk ik. Ik vind het wel leuk om vaak dingen iets mooier te laten uitzien dan ze in werkelijkheid zijn, natuurlijk. Dat is ook fijn vaak om te zien in glossies, of het maakt het ook vaak aantrekkelijk, denk ik. Ja, ik probeer het altijd heel erg mooi te maken met een foutje. Ik heb dat het hele affe. Je ziet het veel in autofotografie. Als het te af wordt en te doods, en daar zitten geen onscherptetjes meer in, of geen dingetjes die gewoon echt zijn, die net niet kloppen. Ik hou er wel van om het allemaal prachtig te maken. Alleen, ik vind het mooi om daar toch kleine foutjes in te laten zitten. We hebben net een foto gemaakt voor Elle met een Bugaboo, zo'n kinderwagen. Die is alleen van Marc Jacobs, dus die is 3 keer zo duur. Daar leg je dan je baby in. En dan zet je dan een prachtige meid naast, maar dat is het dan. Het is leuk om naar een heel klein gek dingetje te doen, om er een krat bier in te vervoeren in plaats van een baby. En dat dan heel klein te laten zien. Misschien niet een briljant idee, maar het maakt het net even wat losser dan dat het alleen maar zo'n wagentje is. Ik probeer dat veel te doen, dat soort dingetjes. Er wordt natuurlijk ontzettend veel digitaal gefotografeerd. Ik doe dat ook sinds een jaar of 2 eigenlijk pas. De digitale manier van fotograferen is een soort handige nieuwe hamer. Ik vind het op zich niet zo'n groot verschil. Ik heb een paar kleine uitstapjes gemaakt met bewegend beeld. En ik vind dat wel heel spannend. Ik vind fotografie, er valt nog zoveel te fotograferen. Dus laat ik dat vooral blijven doen.